Ik ben Sebastiaan de Waele, West-Vlaming in hart, nieren en lever. En als de mensen klappen over West-Vlaanderen, dan denken ze aan het strand, de zee, dan denken ze aan boeren, aan de koers. Maar moest me het nu een keer aan over een gebouw. Het Provinciaal Hof de Brug. Dit gebouw rees uit de as van het vorige hof dat afbrandde. Het ontwerp staat op naam van Louis de la Sancerie en René Buik. Op 8 november 1892 zit in datzelfde gebouw voor het eerst de provincieraad samen. En dit is die raadzaal. Hier komt de provincieraad samen, hier zit de gouverneur. Een kleine leuke anekdote is, bij de tweede zitting, dat ze hier open kwam, begonnen ze te klagen over akoestiek. Ze konden elkaar niet verstaan, dus ze zijn bij hen oplossingen zoeken. Ze zijn bij hen alles op een andere manier zetten. Het hielp niet. Tot dan zou ik in 1908 een vent in Parijs aangesproken hebben. En die zei, mag van hier draperieën hebben? En het was beter. Hij had hier ook in de raadzaal de banieren met historische Brugse figuren op. Gewijde van Dampierre, je kent hem wel, van de Heldensporenslag, Philips II, Maria Theresia. Ook de kroonluchters zijn de moeite waard om te zien. Gemaakt door meneer De Voogd. In het Provinciaal Hof heb je ook een prachtige eretrap. Achthoekig. Schitterend gemaakt met allemaal standbeelden. Ze zijn gemaakt door de Brugse beeldhouwer Piquerie. En elk standbeeld heeft zijn eigen verhaal. Nou, zo bijvoorbeeld staat hier Louis Vives, een humanist. Een mens die heel zijn leven in de zuidelijke Nederlanden heeft gewoond en die voorstander was van het feit dat vrouwen onderricht zouden moeten krijgen. Ook hij was voorstander van Europa. De armenzorg moest aangepakt worden. Vandaar dat er in Brugge een school is, de Vives Hogeschool. Voilà, dat was in een rapje het Provinciaal Hof te Brugge. En moet je nu een keer het wat weten, de provincie heeft onlangs het gebouw gekocht en ze gaan het renoveren en restaureren. Restaureren in de zin in ere herstellen, in zijn erfgoedwaarde herstellen. En renoveren, ze gaan het toegankelijk maken voor het publiek. Je gaat dat hier kunnen bezoeken, binnenkort. Dus, zot hé.